Het is wel heel bijzonder om vandaag het huwelijk te mogen voltrekken als onderdeel van een hele mooie dag. 11 november 2011, oftewel 11-11-11, is een bijzondere dag, ook om te trouwen. In het zuiden heeft deze dag nog een extra feestelijk randje, door de start van het carnavalseizoen. En wie dan ook nog eens in de echt wordt verbonden door de grote prins van het Rommelgat, met gasten die allemaal carnavalesk gekleed zijn, mag in zijn behangschoende handjes knijpen. Ja, Elwin Derks en José Verhooy, beide al jaren carnavallers. Elwin is de eigenaar van de rommelgat.nl, de website hier in Veldhoven. En José is de zus van de prins Constantino, die in 2004 de prins van Rommelgat was. Bent u nou een beetje nerveus voor zometeen? Nee. Ik heb al zoveel speeches moeten houden in het, met de carnaval, daar is wel het voorbij. De meest bekende datum in relatie tot carnaval is natuurlijk de 11e van de 11e. Dit jaar nog veel specialer en carnavalesker. Het is nou de 11e van de 11e van de 11e. 3 keer 11. Wat was er nou een schorrende dag dan om deze? Wat is daar op jouw antwoord? Ja, echt wel. Wat is daar op jouw antwoord? Ja, graag. Een extra bijzondere dag voor jullie, de 11e van de 11e. Ja, dus om deze manier te vieren, dat is natuurlijk helemaal super. Zeker als je uit de carnavalswereld komt, dan is het gewoon een geweldige dag zo. Hoe belangrijk is carnaval voor jullie? Dan moet alles voor aan de kant. Wij zullen nooit op vakantie gaan met carnaval of wat dan ook. Wij gaan carnaval vieren. Niet werken, week vrij. Ja.